kunt pas een verhaal vertellen als je weet wat een verhaal is. En je kunt pas het verhaal van een ander vertellen als je weet wat jouw eigen verhaal is. En in de Stoomwijze en onze verhalen gaan wij jou overgieten met mooie verhalen en kennis over storytelling en het medialandschap. Je gaat een zelfgeschreven achtergrondverhaal maken over iets wat raakt aan jouw identiteit. En dit verhaal wordt ook nog vergezeld van 3 zelfgeschoten foto's. Ook leren we jou hoe ons medialandschap is veranderd. En dat jij als mediamaker van de toekomst je echt bewust moet zijn van bijvoorbeeld de werking van medialogica en referentiekaders. En in dat maakproces ga je haast als een soort detective te werk. Je bent druk aan het researchen om zoveel mogelijk informatie te vinden over het verhaal dat jij gaat vertellen in tekst en beeld. Ook speur je meerdere experts en ervaringsdeskundigen op om hen te interviewen en zo jouw invalshoek zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij vinden dat maakproces, dus de weg ernaartoe en welke keuzes jij daarin maakt, net zo belangrijk als het uiteindelijke verhaal. En dat uiteindelijke verhaal leren we je ook nog zo mooi mogelijk op te schrijven. Met veel aandacht voor structuur, journalistieke stijl en beeldend schrijven. Want wie schrijft, die blijft. En het ambacht schrijven blijft toch de basis van alle mediaberoepen. Dus zowel van de online content marketeer tot de regisseur die een script schrijft voor een nieuwe blockbuster. Maar wat vooral belangrijk is aan onze Stoom, is dat je erachter komt dat iedereen een verhaal heeft. Als je maar goed om je heen kijkt en je in de ander verdiept.